Iedereen is welkom op de sportverenigingen in Den Haag. En iedereen heeft het recht zichzelf te kunnen zijn, juist ook tijdens het sporten. Inclusiviteit hoort daarom bij elke sportvereniging vanzelfsprekend te zijn. Uit de kast kunnen komen hoort daar ook bij. De Sjoen Blankenstein Foundation is een vrijwilligersorganisatie, ook wel genoemd JBF. En wij zetten ons in voor een veilig sportklimaat voor LHBTI+ sporters, op z'n Haags homo's en lesbo's genoemd. Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers en dat zijn sporters. Van een badmintonner tot een voetballer tot een zwemmer, noem maar op. Wat doen zij? Workshops geven, dat is eigenlijk de belangrijkste taak. Ja, dat is de kerntaak van de JBF. En ja, het belangrijkste taak binnen die workshop is het overbrengen van kennis over LHBTI in de sport. Wij willen niet iemand uit de kast trekken, maar we willen juist dat veilig sportklimaat laten ervaren. Van hey, zo is een veilig sportklimaat. En het is dichterbij dan je denkt. De JBF is vernoemd naar Sjoen Blankenstein, een van de eerste voetbalscheidsrechters die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Hij was ook een bevlogen voorvechter van homorechten. In zijn geest geeft de Sjoen Blankenstein Foundation workshops voor een sportcultuur waarin iedereen gelijkwaardig is en zich vrij voelt. In zo'n workshop wordt er ook gelachen. Zeker, het is niet allemaal serieus. En workshops zijn niet alleen voor de sporters, maar ook voor beleidmakers, ook voor opleidingen, teams, vrijwilligers, ouders, staf. Supporters, heel belangrijke groep. Dus eigenlijk iedereen die iets met sport te maken heeft, die kunnen bij ons de workshop gratis afnemen. Ja, hij is gratis, ja. Ja, ook nog zoiets, hè? Handig. Jees, ja, heel goed. En niet geheel onbelangrijk, Paul Martin, is dat jij vertrouwenspersoon bent bij de JBF. Ja, ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon voor iedereen die daar behoefte aan heeft, onafhankelijk. Wij willen heel erg graag naar buiten uitdragen. Kom naar ons toe als je ergens mee zit. Met thema's rondom ons thema. En dat kan via de website. En dat is eigenlijk in het kort waar de JBF voor staat, ja, toch? Ja, met trots. Met trots, dat zeker. Op elke sportvereniging moet je helemaal jezelf kunnen zijn, ook als LHBTIQ'er. De Sjoen Blankenstein Foundation geeft workshops om een inclusieve en veilige sportcultuur te garanderen. Deelname is kosteloos. Kijk voor informatie op swsdh.nl/kennisbank.